Sint. 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 Oh, daar bent u. Sint, u bent nodig in de pakjeskamer. U had een overleg met de pakjespieten. Oh ja, natuurlijk. Piet. Ja, ja. Ja. Ik ben de laatste tekeningen van vorig jaar nog even aan het inplakken. Ja. Och ja. Ja, mooi zijn ze. Ja, prachtig. Ja, schitterend. Goed. Heb je deze gezien? Zwarte Piet in de schoorsteen. Ja, dat is prachtig, prachtig. Ja. Ja. Die is ook heel mooi, hè? Schitterend. Ja. Ze zijn allemaal prachtig. Ja. U bewaart ook alles, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Plak alles netjes in. Boekenkasten vol. Ja, zeker. Schitterend. Ja. Weet je, Piet, in ieder kind zit een kunstenaar. Dat is mooi, Sint. Ja. Ik kan ook niks weggooien. Oh, deze bijvoorbeeld. Kijk, daar, achter je. Kijk, dit is een schilderijtje van een hele kleine Rembrandtje van Rijn. Oh, prachtig. Die heeft hij echt jaren geleden gemaakt. En zo jong als hij toen was, toen dacht ik, dat wordt later een hele grote. En hij is later heel erg beroemd geworden. Het is schitterend. Ja, hij is mooi. Beetje stoffig, een beetje beschadigd. Maar ja, het blijft een van mijn favorieten. Heel mooi. Piet. Jij kwam mij roepen voor een Pietenoverleg. Oh ja, dat is waar. Dat is goed. Ik zou het bijna vergeten. Ja. Zo. Ik ben weg. Dag, dag Piet. Sinterklaas. Dag. Ja, het is een mooi schilderij. Ja. Het is wel een beetje stoffig. Ja, inderdaad, een beetje beschadigd ook, daar ook al. Och, ja. Wacht eens even. Als ik het schilderij laat opknappen, ik denk dat Sinterklaas daar heel blij van wordt. Dit moet goed gaan zo. Ja. Hallo, is daar iemand? Ja, hallo, ik ben boven. Loop maar even door. Ja, zo. Ja. Hallo. Hallo. Dag, jongeman. Ja. Wat kan ik voor je doen? Meneer Hart, ik heb hier een schilderij van Rembrandtje. Rembrandtje? Ja, Rembrandtje van Rijn, weet u wel. Oh. Ja. En dat wil ik laten opknappen. Sinterklaas die hecht daar heel veel waarde aan. Ja, maar voorzichtig, hè? Oh, ja. Oh, dit is een heel bijzonder werkje. Oh, heel bijzonder. Ja, heel mooi. Ja. Oh. Nou, weet je wat, ik doe dadelijk wel even een waterlapje, een natte lap. Een waterlapje? Nee, een waterlapje, nee, dat kan niet. Ja, dat kan, want Rembrandt die werkte altijd met olieverf, hè. En een olieverf, dat kan goed tegen water. Ja. Dus dat doe ik. Nou ja, haal hem over een paar uurtjes maar op. Ja, ik heb er verstand van. Dan maak ik dit wel in orde. Fantastisch, ja. Voorzichtig, hè. Ja. Dus goed, dag Piet. Dag, meneer Hart. Dag. Zo. Zo. Mooi dingetje hoor. Ja. Eens even kijken. Een natte lap. Ja. Oh, wat doe ik nou? Nee! Verschrikkelijk! Meneer Hart, wat is er aan de hand? Oh, Piet.
Ik heb een pijnlijke fout gemaakt. Ja, Rembrandt, de oude Rembrandt, die werkte natuurlijk met olieverf. En dat kan tegen water. Maar de jonge Rembrandt, die werkte natuurlijk met waterverf, zoals alle kinderen. En waterverf kan niet tegen water, Piet. Ik heb me vergist. Sorry. Oh, wat verschrikkelijk. Het lievelingsschilderij van Sinterklaas. Oh, wat erg. Oh, Sinterklaas zal ontroostbaar zijn, meneer Art. Ontroostbaar. Spijt me, Piet. En zo is het gekomen, Sint. Ik wilde u alleen maar verrassen. Het spijt me zo. Ja, ik snap het wel, Piet. Ja, jij kunt er ook niks aan doen. Je bedoelde het goed. Ja. Maar ja, het is wel heel verdrietig. Laat me maar even alleen, Piet. Sint is ontroostbaar. Ik heb het helemaal verpest. Wat kan ik nou doen? Hé, hey, ik heb een idee. Ja. Kijk je zo somber? Ja, het is vreselijk, meneer. Er is een ongeluk gebeurd met een schilderij, een Rembrandtje van Rijn. Een portret van Sinterklaas. En, dat moest schoongemaakt en er is iets misgegaan. Kortom, het schilderij is compleet verruineerd. Niets meer van over. Het is lelijk geworden. Vreselijk. Ja, mag ik van de gelegenheid gebruik maken? Kinderen. Ik heb iets bedacht. Willen jullie een nieuw portret van Sinterklaas maken? Ja, een portret van Sinterklaas. En dat mag je knippen, plakken, kleien. Als het maar mooi wordt. En dan hoop ik dat Sinterklaas daar een aantal uit kan kiezen. En dan in zijn werkkamer kan ophangen. En dat hij daar een beetje vrolijker van wordt. Hè? Ja. En deze oproep is voor alle kunstenaars? Ja, ook voor kunstenaars en opa's en oma's en mama's en papa's. Sinterklaas die zegt altijd, dat zegt hij heel mooi, die zegt altijd, in ieder mens schuilt een kunstenaar. Vind je die mooi? Prachtig, hè? Wat erg, hè? Wat erg! Oh, wat erg! Dankjewel, hoor.